Hallo. Nee, ga ik niet doen. Ik wacht nog eventjes. Ik heb gewoon een theedoek, helemaal nat gemaakt. Goedemorgen, welkom weer in een nieuwe vlog. Het is vandaag maandag 10 augustus. Laatste vakantieschoolweek van hier in Lelystad dan. Of deze regio. Het is super warm geweest vannacht. Niet heel veel geslapen, maar ja, het is nu 8:15. We gaan bellen uitlaten en de dag beleven. Het zal weer hetzelfde soort dag worden als de voorgaande dagen. Met het verschil dat ik vandaag echt wel wat in huis moet doen. Stofzuigen en dweilen moet. Morgen komen de kinderen. Ik ben benieuwd hoe die het vinden dat het zo warm is. Volgens mij zit Tim vooral de hele tijd in een badje. En Fleur ook. En voor Rosa is het... Ja, die kan ook wel in een badje. Maar dat is toch net even anders. Net even minder vanzelfsprekend. Net of het minder vanzelfsprekend dan dat het natuurlijk voor de andere kinderen is. Maar ik hoorde vannacht dat hij vooral veel binnen is. Dus we gaan het even beleven allemaal. Morgen. Nou, wat een tropische dag hebben we. Ik neem jullie mee. We gaan lekker naar buiten. We gaan lekker bellen uitlaten. Die zit er allemaal klaar voor. Dus laten we dat maar snel doen. Ik gooi even mijn telefoon uit mijn broekzak. Die hebben we niet nodig. Ik wil eerst Pokémon's gaan vangen. Ik denk, is het Pokémon's vangen of zal ik jullie meenemen? Het is jullie beurt. Oké, let's go. We wachten wel. Hi, er liggen rollen hier. Hey Styles. Hi. Hi. Hallo. Hey. Hallo. Hey Styles. Hey man. Hi. Ik ben op Bella aan het wachten. Ja. Yeah. Mijn koffie is ook klaar en die ga ik lekker in de tuin opdrinken. Zo, nu zitten we hier. En die kuur is er ook. Die gaat daar liggen. Bella is daar achter. Aan het rollen. Oké, ik heb dus net alles neergezet voor boodschappenshoplog, alles gefilmd. En nu moet ik mezelf nog filmen voor het voor- en na-stukje. Nee, ga ik niet doen. Ik wacht nog eventjes. Ik ben helemaal oververhit. Eventjes een natte doek in mijn gezicht. Het is echt niet te doen, soort joh. De diepvriesproducten stonden te ontdooien onder mijn handen. Echt. Maar goed, het is vandaag ook niet heel veel gevlogd. Ik heb wel mijn boek uit. 1984 is uit. Super. Echt een aanrader. Super goed boek. Heel spannend. Halverwege kon het echt heel spannend worden. Heb ik hem ook in een dag uitgelezen. Maar oh, wat een boek. Zware pittige kost, maar echt een heel goed boek. Ik ga nu even buiten zitten en even een koude doek op me. Kijk, zo zonnetheedoek. Helemaal nat gemaakt. En dan... afkoelen. Er staat wel een windje. En dat is lekker als het windje iedere keer zo er langs gaat. Dus, ik ga achter in de tuin zitten. Daar zit Mies ook. Dus ik ga bij haar zitten. En zo zijn we ook weer aan het einde gekomen van deze een beetje kleine vlog.
niet heel veel gedaan. Net nog even het toilet schoongemaakt en Good Girls gekeken. Ja, ik heb het nieuwe seizoen staat erop, seizoen 3. Het is zo spannend weer. Ik wil dan de hele tijd verder kijken. Ik heb mijn boek dus uit, zoals ik al zei. Nou ja, dan kan ik weer serie kijken natuurlijk. Ik ben nu ook bezig met dit boek. Ja, weet je, het is niet een verhaal of zo, maar het is weer zo'n, hoe noem je dat? Om jezelf te verbeteren boek, zo'n zelfhulpboek. Eenvoudiger leven in onrustige tijden. Ja, ik weet nog niet wat ik ervan moet vinden. Ik ben bij hoofdstuk 2, maar wie weet, hè? Je weet het niet. Je weet het niet. Misschien wordt het gewoon een supergoed boek. Ik ga een poging doen om onder de douche te komen. Volgens mij staat Steven er nu onder. En daarna proberen te slapen. Met een waaier aan, nat doek op je hoofd moet vast lukken. Morgen weer een gastouderopvangdagje. Dus dan zal ik weer wat minder vloggen voor mezelf, maar meer voor de opvangdagen. Dus ik dank jullie wel weer voor het kijken naar deze vlog. Vond je hem leuk? Vergeet hem niet een duimpje omhoog te geven en te reageren hieronder. Ik doe mijn best om alle reacties bij te houden en te reageren. Maar ja, ook daar loop ik mee in. Ah, oh, een beetje in de lamp. Maar goed, ik zie jullie van de week weer in een nieuwe vlog, shoplog of een andere video. Doei doei!